Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik had al in de vorige vlog gezegd. Het was een puinhoop in de Efteling afgelopen week. Was een grote complete chaos was het. Wat was er aan de hand? Ja, wat was er niet aan de hand? Het afscheid van het spookslot. De laatste week is ingegaan. En we komen langzaam toch echt bij het allerlaatste einde van het spookslot. Het gaat bijna, is de laatste dag dat het weggaat. En dan is het over, dan wordt het gesloopt. En is weer een stukje Efteling historie verdwenen. Wat je er ook van vindt. Voorstanders, tegenstanders zijn een... Er is een hele Facebook-ruzie op internet, Instagram-ruzie, Twitter-ruzie. Er is echt een bepaalde tweestrijd is er gekomen op social media als het over het spookslot gaat. De ene is er fel tegen de sloop. Er worden borden neergezet van sloop het spookslot niet. Er zijn van die bepaalde groeperingen, zeg maar, voor hoe noem je dat? Dat zijn speciale van die groepen behoud, monumentaal en ik voor wat, die willen dat het spookslot blijft. En er zijn ook een heleboel voorstanders van de sloop. Mensen die zeggen van ja, ik heb eigenlijk nooit wat met het spookslot gehad. Gooi je televokte, die is allemaal oude rotzooi allemaal, oude troep allemaal. Gooi alsjeblieft het spookslot tegen de vlakte. Doe het gelijk, mag er niet mee. Gooi het gelijk plat, want het is niks en het is ook nooit wat geweest. Dus weg die oude troep. En dat botst heel erg tegen elkaar. Maar in ieder geval... afgelopen maandag was de laatste week in van het spookslot. En wat gebeurde er? Er was een dag georganiseerd, afgelopen maandag, met merchandising. Je kon een boek kopen, er is een speciaal boek verschenen van het afscheid van het spookslot. Dat was in beperkte oplage, want ze zouden maar één oplage zouden ze maken. Een bepaald aantal boeken zou het zijn. En die boeken werden verkocht. En had je geen boek, ja, pech gehad, dan maar niet. Dat heb ook een hele hoop kwaad. In de ogen van de Efteling fans heb dat een enorme kwaad gezet. Uiteindelijk is de Efteling weer overstag gegaan. Want de Efteling gaat heel snel overstag. Gelukkig ook maar voor deze keer. Want er komt nog een paar drukken extra komt eruit. Het is geen beperkte oplage. Mensen die kunnen gewoon vrij het boek kopen. Binnenkort. Nou, en dat was dus afgelopen maandag was dat. Kon je bij de Efteling, bij het spookslot, achter het spookslot eigenlijk, bij Matroos Gijs en hoe heet het daar, bij de Dolle Jonas en zo, weet ik voor allemaal wat het allemaal was, kon je een boek kopen en een pin. Nou, het was een complete chaos. Efteling personeel werd omver geduwd. Het was gewoon één complete chaos. Mensen renden, mensen duwden, mensen pesten om maar zo'n boek te krijgen. En sommigen die zijn het mee eens, sommigen zijn het er tegen. Ik ben er tegen eigenlijk. Ik vind het echt schandalig voor woorden. Ik schaam me eigen als Efteling-fan als je dit soort pauperfiguren ziet
die echt duwen, trekken om aan een boek te komen. Doe alsjeblieft normaal. Nou, gelukkig, of later kon je dus ook een boek, hadden ze dus een soort shop aangemaakt van Spookslot. En daar kan je dus ook de pin en het boek bestellen. Nou, dat heb ik dus gedaan. Ik heb een boek besteld. En de pin vind ik nou niet echt interessant. Ik ben geen pinnenverzamelaar. Ik vind de pinnen vind ik eigenlijk een beetje, ja, dat is niks voor mij. Ik heb helemaal niks met pinnen. En ja, dan koop je een pin van 6, 7 euro. Doe hem op je jas. Nou, mooi, heb je een pin. Glowing in the dark pin. Nou, fantastisch. Hartstikke tof. Je doet het op. Of je legt het in de kast en je kijkt er eigenlijk nooit meer na. Dus ja, ik vind het gewoon belachelijk. Ik heb er helemaal niks mee. Van die achterlijke prul waar je nooit meer naar kijkt. Dus ik heb geen pin genomen, want ik heb er echt totaal helemaal niks mee. Wat ik wel besteld heb, en dat het duurt, als het goed is, is het 4 tot 8 weken of zoiets, is de levertijd. Dat is dat ik het boek besteld heb. Het boek heb ik wel. Die wou ik graag hebben. Pin, dat interesseert mij helemaal niks. Moet je met een pin, weg ermee. Gooi het in de prullenbak. Maar het boek wou ik wel graag hebben, want daar staan een heleboel foto's op. En ja, ik heb dan met een boek, dat kijk ik af en toe nog wel eens naar. Ik heb natuurlijk ook het boek van het afscheid van de Looping Star in Slagharen. Die heb toen mijn zus en mijn zwager meegenomen. Dat boek wou ik ook heel graag, wou ik dat boek hebben. En dat boek heb ik meegenomen. Ja, dat vond ik gewoon leuk. En ik moet zeggen, ik kijk er tegenwoordig wel wat minder in. Maar af en toe dan kijk ik wel eens even het boek even door. Vind ik gewoon even leuk om het even door te bladeren. En dat zal binnenkort dus met het boek van het Spookslot ook zijn. Ik heb het boek besteld. Het duurt 4 tot 8 weken of zo voordat het pas komt. Of nou ja, het komt nog ineens. Je moet krijg een bevestiging per e-mail wanneer je het boek op kan halen. En dan moet je naar de Efteling toe. En dan kan je bij de een soort afhaalpunt kan je het boek ophalen. En dan heb je dus het boek. En ik heb het lekker besteld. Ik had geen zin in al die pauperfiguren die elkaar haast de hersens inslaan om een boek te bemachtigen. Daar had ik echt totaal geen zin in. En ik heb het boek gewoon lekker besteld. Stel scherp. Ik heb het boek gewoon lekker besteld. En dat vond ik veel beter plan. Ik heb helemaal geen zin in dat gezeik. Ik heb ook eigenlijk helemaal geen zin om naar dat afscheid te gaan eigenlijk. Want ja, dat zal ook wel weer een chaos worden. Of ja, weet ik voor allemaal. En dan zie je weer mensen die je niet wil zien. En je komt weer mensen tegen die je niet echt graag mag. Dus ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel mee. Dit is ook echt de eerste en de laatste keer dat ik naar een afscheid ga. Want ik ben helemaal niet zo'n iemand die dan vooraan in de rij staat. Het is leuk. Het is leuk ook dat ik dan een vlog erover kan maken. En ja, dan kunnen jullie de vlog bekijken. En later met de tijd dan kan je die vlog nog eens een keertje terug bekijken. En over 10 jaar dan kan je die video kijken en dan denk je, hé, dat is toch wel leuk. Het is wel een leuke herinnering, maar ik heb het er niet zo op. Ik heb het niet zo op die drukte meer. Ja, ik heb er niet meer zo heel erg veel zin in. En ja, je komt altijd weer mensen tegen. Efteling fans kom je weer tegen. Ja, waar je niet zo echt een hele sterke band mee hebt. En dan druk ik me nog heel eigenlijk druk me daar heel erg voorzichtig in uit. Ik heb echt totaal niks met andere Efteling fans. Bijna met iedereen heb ik niet echt heel veel. Ik heb wel een paar mensen hoor. Het is niet dat ik echt iedereen haat of zo. Maar ik heb ongeveer 80% van de Efteling fans heb ik totaal helemaal niks mee. Hun mogen mij niet en ik mag hun niet. En ik heb de grote taal helemaal niks mee. Dus dan kom je die gasten weer tegen. Daar heb ik echt totaal helemaal geen zin in.
Ik doe het voor het afscheid van het spookslot. Daar doe ik het voor. En ja, voor hun kom ik niet. Ik kom echt alleen voor het afscheid kom ik om een leuke video te maken. Om er een keer echt afscheid te nemen van het spookslot. En ja, alles wat daar omheen komt, dat interesseert me nou echt helemaal niks. Heb ik helemaal niks mee. En dat interesseert me ook helemaal niks ook. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje mijn verhaal over het spookslot. Jullie weten het dus. Ja, dit is door de week opgenomen. In ieder geval dus na een maandag. Deze week. En het was dus een gekke huis. Ik schaam me eigenlijk kapot. Je moet je eigenlijk doodschamen als je daar geweest bent. En je hebt daar mensen omver getrokken. Die gewoon hun werk doen in de Efteling. En medewerkers van de Efteling die gewoon hun werk doen. Ja, ik vind het gewoon echt schandalig. En ja, die medewerkers neem ik niks kwalijk. Ik neem zelfs trouwens de Efteling neem ik het wel kwalijk. De Efteling zat nog met droge ogen te vertellen. Van ja, we zagen dit helemaal niet aankomen. Nou, dan heb je echt heel slecht management. Want het is eigenlijk altijd heel erg druk bij sluiten, openingen, merchandising wat te krijgen is, wat eigenlijk ja, een afscheid is van een attractie of zo, t-shirts of zo, of boeken of pins. Ja, het is altijd gewoon heel druk en ja, ik vind het dan wel heel erg slordig van de Efteling dat ze dan zeggen van nou, dat zagen wij niet aankomen, dat ziet zelfs een kind van 2 jaar ziet dat aankomen. Dat het een chaos wordt. En dan kan de Efteling met droge ogen gaan lopen vertellen van ja, wij wisten dat niet. Nou, dan ben je echt ontzettend dom ben je dan. De Efteling moet toch wel beter weten. En ja, die moeten toch wel weten dat de Efteling echt een hele hoop fans heeft. En ja, als je dan dit gaat vertellen, ja, ik vind het echt heel dom van de Efteling. Sorry dat ik het zeg. Maar ja, dan ben je echt dom bezig. Sorry dat ik het zeg, maar ik vind dat niet normaal. Maar in ieder geval, ja, dit wil ik nog heel even kwijt eventjes. Ik ga er dus heen met lood in de schoenen. Want ik heb echt helemaal totaal geen zin in al die drukte, paupergedoe. En al die kansloze figuren die haast een elleboog in je nek leggen. Om een video te maken terwijl jij ervoor staat. Mensen tegen te komen die ik totaal niet mag. Waar ik echt een totale hekel aan heb. Ik ga er met lood in mijn schoenen naartoe. Maar ik ga er naartoe voor jullie. Om daar een leuke vlog te maken. En ook als een leuke herinnering ga ik daar naartoe. Om een leuke herinneringsvideo te maken van Spookslot. En wat de rest allemaal omheen gebeurt. Zal maar een rotzorg zijn. Ik ga daarvoor. En voor de rest ja, hoeven ze me niet aan te spreken. Ik heb er echt totaal helemaal geen zin in ieder geval. Ik ga erheen voor de video. En dan gaan we gewoon weer met gierende banden gaan we weer terug naar huis. En daarvoor doe ik het. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ja, het klinkt misschien heel cru. Maar ik heb al echt al een hele tijd heb ik mijn bek erover gehouden. Ik heb nooit eigenlijk wat in video's gezegd erover. Dit is eigenlijk het enige wat ik even wil zeggen erover. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Duimpje omhoog, abonneer voor meer. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen de groeten. En tot de volgende vlog maar weer. Groetjes van deze kant. En ik zou zeggen, bye bye. Hoi.